Hallo beste geïnteresseerden, mijn naam is Wilfred Bassiani en ik ben filosoof, psycholoog als ook auteur. Mijn oorspronkelijke opleiding en ook werkervaring liggen in de elektro- en energietechnologie. Daarnaast heb ik al sinds mijn 16e vele jaren ervaring met betrekking tot pedagogie en didactiek binnen de sportwereld. In 2009 rondde ik mijn eerste boek af. Daarvoor schreef ik eigenlijk ook al veel studie- en onderzoeksmateriaal, maar dan meer in de vorm van documenten. Mijn eerste boek dat inmiddels hier in de animatie al voorbij gekomen is, houdt zich bezig met organisatiestructuren, processen, kwaliteitssystemen en alles wat er verder mee te maken heeft. Maar vanaf boek 2 merkte ik eigenlijk al snel dat de menselijke mind, de intuïtie, als ook in het algemeen de intelligentie, een meer prominente rol moesten hebben in mijn volgende boeken. Want als je dat allemaal begrijpt, dan begrijp je de rest er vanzelf bij. Andersom werkt dat helaas niet. En dus pakte ik het verder op die manier aan. Het is zelfs zo dat ik na het 7e boek van het Nederlands ben overgestapt naar het Engels, dat deze taal veel beter aansloot vanwege de etymologische associatie vanuit de klassieke talen Grieks en Latijn. Hierdoor kon ik ook de diepgang vanuit de taal beter helder maken. Dat de menselijke natuur een net zo breed spectrum blijkt te zijn als de meeste disciplines bij elkaar, duidde er bij mij al snel op dat ik Human Nature dan ook vanuit zoveel mogelijk disciplines moest gaan doorgronden, niet slechts vanuit de psychologie. Dat laatste zou te eenzijdige inzichten opleveren met eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Juist echt onderzoek naar de bron dient vanuit zoveel mogelijk perspectieven te worden aanschouwd en begrepen. De diversiteit aan boektitels verraadt het eigenlijk al. De meest prominente helden uit mijn boeken zijn Henry Bergson, Nikola Tesla, Albert Einstein, Leonhard Euler, David Bohm, Helena Blavatsky, Gottfried Leibniz, Carl Jung, Jacques Lacan en Sigmund Freud. Met daarnaast de vele klassieke filosofen zoals Socrates, Plato, Aristoteles en Pythagoras. Het gaat er niet zozeer om ieders feitelijke concepten te weten en te kennen, maar het gaat er bij mij veel meer om de samenhang tussen al hun concepten aan te tonen die leiden tot een eenduidig begripsvermogen van Human Nature. Daarnaast hebben al mijn jaren van onderzoek ook geleid tot tal van nieuwe inzichten door en bij mezelf. Het is het fenomeen van intelligentieontwikkeling dat ik als een van de weinigen als integrerend proces beschouw. Ten slotte heel veel leesplezier toegewenst met één of meerdere studieboeken. Dankjewel.